Ik zelf heb ook een Dutch in het Zaggedam. Gesneuveld bij de slag bij Hallen in 14. Dat was de laatste veldslag met ruiter en paard en met de blanke sabel. Dus de Duitsers met de Ulanenhelmen. Dat was een heel bloedige strijd waar duizenden paarden ook het leven lieten, want dat vergeet men soms. Niet alleen burgerslachtoffers, maar ook dieren werden niet gespaard door dit kanonnen. Ze waren letterlijk kanonnenvlees. Dus ik denk ook dat Clément de Vleeschouwer daar recht op heeft, net zoals die andere 600.000 slachtoffers. En Guy is waarschijnlijk nog altijd aan het denken. Kom er ook direct niet op.